Een keurige auto aan de Goudbloemstraat in Zwolle. Niet van één, maar van maar liefst twee gezinnen. En samen met nog vier andere buren bezitten ze nog een auto. Alles om met elkaar te delen. Ja, nou ja, kijk, weet je, als je niet heel veel auto rijdt of op gezette tijden is het heel makkelijk. En wij rijden niet ontzettend veel met de auto, dus stond hij toch altijd maar stil. Ja, het interessantste is natuurlijk, ik bedoel, dat is de drijfveer, is toch het geld. We besparen geld, we delen de autokosten met elkaar. Ik denk ongeveer 200-300 euro. Begon met een Golfje, we rijden nu een Volvo. Uiteindelijk is het natuurlijk wat duurder dat we rijden, maar het scheelt toch wel gauw 200-300 euro per maand. En dat is een bedrag waar een huishouden ook andere dingen mee kan doen. Bovendien is er nog een voordeel. Zeker. Het belangrijkste voordeel voor heel veel bewoners van Assendorp is natuurlijk... ja, je kunt hiermee het parkeerprobleem verminderen. Oplossen nog niet, maar wel verminderen. Dus juist in de wijken met smalle straatjes en te weinig parkeerplekken slaat het autodelen nu aan. Binnen de provinciegrenzen wordt in Zwolle het meeste auto gedeeld. Het zijn er maar liefst 61. In Deventer zijn het er 27, in Hengelo 12 en in Enschede gek genoeg maar 11. Dit kan voor iedereen, ja. Wij hebben het systeem zeg maar, ontwikkeld. Door vallen en opstaan hebben wij het op deze manier rondgebreid. En ja, wij willen andere mensen motiveren om gebruik te maken van datgene wat wij nu aan kennis hebben opgebouwd. Reden om een avond van de gemeente en Natuur en Milieu Overijssel te ondersteunen om nog meer Zwollenaren in een deelauto te krijgen. Want ook die instanties zien het belang in. En kijken ook nog eens verlekkerd naar Amsterdam. Landelijk koploper met bijna 1500 deelauto's. Ja, klopt. Ja, Amsterdam heeft natuurlijk een groot parkeerprobleem en daarom is het daar wat sneller van de grond gekomen. Maar je ziet langzaamaan dat wat in de Randstad gebeurt langzaamaan naar het oosten komt. En Zwolle is al een goed voorbeeld. 61 auto's is al een mooi begin, denk ik. Ja, we hebben zeker een stukje te gaan. En ik hoop dat door dit soort avonden en dit soort initiatieven, dat mensen hier kennis van krijgen. Het scheelt gewoon. En als je echt vrienden hebt waar je het gewoon mee af kan spreken, dat is makkelijker dan dat je iemand niet kent en je allemaal formeel moet gaan doen en zo. Dus ja, ik zou het zeker doen, ja. Voor de budgetbewuste automobilist is er overigens nog een pluspuntje. Kosten voor de steeds breder ingevoerde parkeervergunningen kunnen ook met alle deelnemers samen opgebracht worden.